Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe techniekles. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En als je een van mijn vorige video's hebt gezien, heb ik jullie laten zien hoe je een corsage op draad kan maken. En die techniek gaan we vandaag uitwerken tot een boeket, waarbij je eigenlijk een boeket op heel veel manieren kan maken. Deze techniek werd vroeger vooral volgens mij veel gebruikt met bruidsboeketten. En ik laat jullie mijn techniek vandaag zien. Of die precies hetzelfde is, weet ik niet. Maar ik laat jullie vandaag mijn techniek zien. En dan hoop ik dat ik jullie weer veel kan leren. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, is helemaal gratis. En blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dus ook dit boeket maken, maar heb je geen idee hoe je eigenlijk de bloem op draad moet zetten? Dan adviseer ik eventjes om de vorige video over de corsage terug te kijken. En de video van het blad op draad zetten. Want naar aanleiding van die video kan je eigenlijk makkelijker deze video maken. Dus ik zou zeggen, ik haal je even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Ik heb hier allerlei mooie bloemen. En die gaan we eigenlijk allemaal weer schoonmaken. En weer op lengte maken zoals we ook bij de corsage hebben gedaan. Ik begin de basis met een roos. Nu heb ik toevallig 2 rozen of 3 rozen, wat je dan zou kunnen doen. En daaromheen bouwen we omheen. Dus die wil ik allemaal een beetje op dezelfde lengte. En vanuit daar werken we dan verder. Zoals je kan zien. En ik gebruik vandaag verschillende bloemen. Maar als je deze techniek onder de knie hebt, kan je eigenlijk heel veel vormen maken. Maar dat zul je vandaag ook wel zien. Het is belangrijk dat je dus even weer de dikte bepaalt van de bloemen. En ik gebruik voor deze denk ik 0,6. Eventueel zou zelfs 0,8 misschien wel kunnen. En vanuit hier werken we verder. Dus nog iets korter. En wat ik dus bij dit boeket wel doe, is dat ik het gelijk afbind met caoutchouc. En dat deden we met de corsage niet, maar voor de rest hetzelfde. Je prikt hem dus weer doorheen. Zorg dat je draadje stevig genoeg is. En vooral bij de eerste, dat hij niet te dun is. Belangrijk om te testen is, als je dat hebt gedaan, dat hij niet naar beneden hangt. Ja, dit mag haast echt wel met een 0,8 bij door. Vanaf hier gaan we eigenlijk bepalen hoe lang jouw stelen moeten bij het boeket. Ik wikkel dus gelijk het draad af met caoutchouc. Belangrijk dus dat je deze onderste steeltjes van het kortste steeltje goed naar beneden meewikkelt. Het caoutchouc wikkel je er dus omheen. Je trekt hem wat aan. En dan kan je hem ook makkelijker uittrekken. Mocht je willen, kan je eventueel de bloemen ook hier nog even op een watje zetten. Dat zou ik even maar eentje voordoen. En je wikkelt het steeltje dus helemaal mee. Deze techniek kost wel heel veel tijd. Wil je hem dus op een watje zetten, doe je er een klein stukje van het watje onder. En je wikkelt dat straks mee met de caoutchouc. Dus je doet dan voor de rest hetzelfde. Alleen nou zit het watje eronder. Ben je maar echt een heel klein stukje van het watje nodig. En dan wikkel je verder tot je het hele steeltje weggewerkt. En dat doe je dus met, nu gebruik ik de 3 rozen, maar je doet het eigenlijk met alle bloemen. Maar we bepalen straks alvast de lengte van de bloemen weer. Nou, en dit was dus onze baas, ons middelpunt. En we wikkelen dus elke keer 1 kant op. Ik pak de steeltjes bij elkaar en ik wikkel de draadjes om elkaar heen. En dan weten we ook wat we elke keer gaan aanhouden aan bindpunt. Mocht je het makkelijker vinden, kan je het eerst ook zonder caoutchouc doen. Dan kan je het misschien ook iets beter zien hoe alles om elkaar heen wikkelt. Maar dit blijft wel mooi stevig zitten door het caoutchouc. Dus dat is het voordeel. En eventueel hoef je niet de hele steel tot onderaan mee te caoutchoucen. Maar ik vind het voor de basis wel even makkelijk. Omdat je dan mooi stroef hebt. Dus dan weet je gelijk hoe die mooi valt. Nou ja, en hier hebben we dan het middelpunt waaruit we verder gaan werken. En vanuit hier gaan we bepalen hoe we ons boeket willen maken. Ik maak vandaag dus een beetje een structuurboeketje.
Of in ieder geval een boeketje met verschillende bloemen die ook eigenlijk alle kanten op kunnen gaan. Omdat je op deze manier deze techniek goed kan oefenen, wil je echt een biedermeienboeket maken op deze manier, de handgebonden manier met of de manier op draad zetten. Dan is het belangrijk om eerst de bloemen goed uit te leggen voordat je de biedermeien maakt. En vanaf daar kan je mooi dan verder werken. Maar dan leg je eigenlijk alle, bijvoorbeeld als je de basisbloem allemaal rozen hebt, leg je die eerst allemaal op lengte. En kan je zo bepalen hoe jouw boeket mooi rond wordt. Maar om eventjes deze techniek te oefenen, maken we nu een structuurboeket. Want dan kan ik jullie ook laten zien hoe je bijvoorbeeld een bloem mooi naar beneden kan laten lopen. En dat soort dingen. Dus we gaan gauw verder. Ik heb hier bijvoorbeeld mooi olijf. Je kan met zo'n boeketje ook heel veel mooie dingen uit de tuin gebruiken. Die wikkel ik er even omheen. Die gebruik ik dus gewoon om te wikkelen met een boogje. Hebben jullie ook in een vorige video kunnen zien. Dan bind ik even een stukje af. Tot en met hier ongeveer. Dan heb je niet dat die ijzerdraadjes lastig gaan doen in jouw bindpunt. En vanaf daar dan werk je hem gelijk mooi af. En dan kan je ook zien dat je het draadje straks naar beneden kan buigen. Waardoor je elke vorm kan aanhouden. Ik hou wel weer dat bindpunt aan. Dus hier eindigt het steeltje. En dan wikkel ik daar ook weer omheen. Zodat het weer mooi in elkaar overloopt en mooi valt. En elke keer ga je dus weer dezelfde kant op. En nu heb ik hem dus rechtop. Maar ik zal jullie laten zien hoe je hem dan kan buigen. Kijk, normaal als je dit handgebonden bindt, dan kan je geen kant op. Maar doordat je hem op draad hebt gezet, kan je het draadje buigen zoals je wil. Waardoor je eigenlijk ook bijvoorbeeld een watervalboeket kan maken. Belangrijk is dan natuurlijk dat je dit gedeelte opvult. Maar we gaan hem nog verder uitwerken. Maar dan wou ik eventjes laten zien dat je daar eigenlijk door het op draad zetten de bloemen kan buigen zoals je zelf wil. We gaan gauw verder. Ik ga even allerlei bloemen op verschillende lengtes op draad zetten. En dan kunnen jullie straks zien wat voor mooi boeket ik daarvan maak. Of hoe ik dit eigenlijk afmaak. Dus dat ga ik nu voor jullie doen. Ik heb hier voor me verschillende bloemetjes op draad gezet, zoals je kan zien. Ik ga ze even afwerken met caoutchouc. Ik doe het dus echt een klein stukje, alleen het steeltje neem ik mee en dan tot het eind van het bindpunt, laten we zeggen. Dus waar het dubbele draadje zit. En dan wikkel ik hem dan omheen. En als je even aan het eind even iets trekt en doorwikkelt, dan heb je hem er strak omheen zitten. Heb je dit nog nooit gedaan, dan zul je dit echt vaak moeten oefenen, want het is een lastige techniek om zo'n boeket te maken. Vanaf hier kan je eigenlijk je bruidsboeketje verder uitbouwen. Ik heb dus bewust bloemen op verschillende hoogtes gezet, zodat ik zelf kan kijken hoe ik ze mooi tot zijn recht vind komen. En we bouwen eigenlijk verder vanuit de roosjes. En we wikkelen elke keer weer dezelfde kant op. Dus je bouwt hem eigenlijk daarna verder uit. Je kijkt mooi waar de bloemen tot hun recht komen. Je kan het ook voor de tijd allemaal uitleggen. Maar zo kan ik jullie goed laten zien hoe dat mooi tot zijn recht komt. Je kan bloemen bij elkaar zetten, je kan ze ook gemengd doen. Maar belangrijk is dus wel dat je elke keer dezelfde kant op draait met je ijzerdraad. En dat je hem er mooi strak omheen draait.
Dan heb je aan het eind het mooiste bindpunt. En kan je hem eigenlijk ook het netste afwerken. Kijk. Ja, deze is niet, het kan ook omhoog, maar die wil ik straks wat meer naar beneden. En deze wil ik ook wat meer naar beneden. Dus ik kijk waar die mooi uitkomt. Hou hem wat bovenaan even vast en dan wikkel ik hem de goede kant op. Zodat die ijslijntjes mooi in elkaar overlopen. Als er eentje niet goed gaat, dan voel je dat en zie je dat eigenlijk gelijk. En zo werk je eigenlijk de corsage uitgebreid uit tot een boeketje. Ik wikkel het draad elke keer tot het eind door, want dan heb je straks mooi ja, een puntje, laten we zeggen. En je zult merken dat door de manier van zo op draad zetten, dat je bloemen ook echt stevigheid hebben. En dat je een mooi stevig boeketje houdt. Deze blijft zeker goed op de dag van de bruiloft en misschien nog wel iets langer. Maar het doel is natuurlijk om er een bruidsboeketje van te maken. Nou, je ziet dat ik elke keer de bloemen erbij neerleg. Ik hou dat weer als bindpunt aan. En daar wikkel ik elke keer weer omheen. Zoals je kan zien. En allemaal één kant op. En zo kan je hem helemaal verder uitwerken zoals je zelf wil. En ook zo uitgebreid als je zelf wil. Wil je hem wat meer naar beneden, hou je je stelen dus wat langer. Belangrijk dat je dit stuk dan straks wel opvult. Zodat je het niet straks uit caoutchouc en dat soort dingen nog ziet. Je zult merken dat je in zo'n bruidsboeketje heel veel materiaal nodig bent. Omdat je hem heel compact schikt en ja, hem heel precies eigenlijk kan maken. Dus verkijk je niet op hoeveel materiaal er in een boeketje gaat. Je kan eigenlijk heel veel materialen wel gebruiken. Dus dat is wel heel erg leuk in zo'n bruidsboeket. Ik ben benieuwd of jullie al eens zo'n boeketje hebben gemaakt. Kijk, en zoals je ziet kan ik nu dit heel mooi naar beneden laten lopen. Uiteindelijk is het ook mooi om dan straks even wat bloemen bij tussen te doen. Maar ik maak vaak een baas met het blad. Dat je dan ja, het mooi tot bijvoorbeeld een watervalboeketje kan laten lopen. Wat ik ook vaak doe is bij het maken van een watervalboeket. Dat ik dan draadtechniek toepas, maar ook de techniek om gewoon handgebonden te doen. Omdat je dan heel mooi kan combineren. Je hebt ook mooi die stelen van het handgebonden. En ja, dat vind ik zelf heel erg mooi. En dan komt je steel er zo ongeveer uit te zien. Let op dat je niet te veel verzakking hebt bij het bindpunt. We hebben een heel mooi basis gemaakt. En vanaf daar kan je ook weer verder. Want nu heb ik alle bloemen die ik op draad had gezet, heb ik gebruikt. En vanaf hier kan je mooi kijken van wat wil ik er nog bij. Nou, hier moet sowieso meer bloemen. Ik zelf persoonlijk zou er dan een combinatie van maken om bovenaan handgebonden te doen. Dat kan ik zo even laten zien. Maar ik vind het ook nog wel mooi om even wat bloemen naar beneden te laten lopen. En die ga ik dus nog wel weer op draad zetten. Kijk, heel mooi zo. Dan bouw je hem echt verder uit.
Die maak ik op lengte. Ik heb net gekeken welke lengte ik dat wil. Zet ik voorzichtig op een dikke, wat dikke draadje. Even af. Door de caoutchouc heb je ook mooi grip in jouw bindpunt, dus dat is altijd wel fijn. Dan stop ik hem tussen en op de plek waar ik hem wil. Ik kan hem door het ijzerdraadje zelf buigen zoals ik hem zelf wil. Dat vind ik hem heel mooi. En vanuit daar wikkel ik weer om mijn bindpunt heen. Ik wikkel weer door tot het einde. Heel mooi. Dat wil ik zo ook met een trosroosje. Zoals je kan zien is het echt heel veel werk. Maar wel heel erg leuk om deze techniek goed te oefenen. Want je kan vanuit hier gewoon heel veel weer toepassen. Dus dat is heel erg leuk. Deze techniek zelf wordt vrij weinig nog gebruikt. Omdat het zo arbeidsintensief is. Maar je kan ook heel makkelijk combinaties maken met bijvoorbeeld een handgebonden boeketje. Zoals je ziet kun je zien wat het doet. Op deze manier heb je eigenlijk gewoon een klein bruidsboeketje in een druppelvorm. Maar wat ik dus vaak heel erg mooi vind is om als je bijvoorbeeld een druppelvormboeket wil maken. Kijk, je kan het natuurlijk alle kanten op doen. Hè? Dit kan je ook gewoon biedenbaarje doen waar alle kanten uitsteekt. Maar wat ik vaak mooi vind voor de afwerking van bijvoorbeeld een bruidsboeketje is om er een deel handgebonden bij in te doen. Belangrijk dat je dan de korenschoof goed onder de knie hebt. En misschien ook wel hoe je een biedermeier maakt. Maar goed, dan neem ik jullie nog wel een keer mee. Dit is heel mooi stevig. Je kan alle kanten mee doen. Alle kanten mee op. Je zou hem hier kunnen gooien. Blijft hij nog heel goed in elkaar. Omdat die techniek gewoon heel stevig in elkaar zit. Zoals je kan zien. Maar wil je hem nou mooi afwerken aan de bovenkant. Vind ik het dus mooi om de handgebonden techniek erbij in toe te passen. Dat is hoe ik het doe. Dus laat ik jullie even zien. Maak de bloemen daarvoor even goed schoon. En kies de bloemen die je daarvoor wil gebruiken. Boven in het bloemstuk. En daarin binden we hem eigenlijk verder rond. Dit hebben we eigenlijk al heel erg mooi. En dat vind ik gewoon prima. Kan je veel verder uitwerken. Kan je veel groter maken als je zelf wil. Maar jullie snappen nu hoe het werkt. En hoe je dat kan doen. En dan kan je daar zelf helemaal mee aan de slag gaan. Hoe ver je dat ook wil. Maar we hebben nu al een heel mooi basis voor een mooi bruidsboeketje.
Goed, ik maak de bloemen even goed schoon. En dan alle stelen, alle naalden en alle bladeren eraf. En dan ga ik verder met het binden. Goed, mijn bloemen zijn allemaal mooi schoon. Voor we dat gaan doen, je moet zeker weten dat je de voorkant eigenlijk helemaal goed vindt. Dus de basis goed vindt. Dan bind je hem even helemaal af met caoutchouc. Dus de steel heb ik het dan over. Doe je eigenlijk op dezelfde manier als je de andere steeltjes hebt gedaan. Alleen neem je hem dan even helemaal mee. Zorg dat er niks geen ijzerdraadjes uitsteken. Dat heb ik toevallig aan één kant ietsje. Zo. En dan wikkel je dat er mooi omheen. Zodat jouw bindpunt eigenlijk ook één mooie steel wordt. Ik knip er even een klein stukje onderaan af. Ik neem juist de punt goed mee. Dan hebben we hem mooi afgewerkt. En vanuit daar, kijk, zo werk je hem eigenlijk ook gewoon af als je helemaal zo op draad zet. Maar vanuit daar bind ik hem verder als een boeketje. Kijk mooi naar de kleurenverdeling, dat het mooi tot zijn recht komt. En ik maak hem dan aan de bovenkant mooi rond af. Ik hou ongeveer wel deze britten aan, dat hij... ja, wel in verhouding blijft. En dit doe ik korenschoof. Bloemen die je hebt gebonden, handgebonden hebt gedaan, die kan je eventueel nog weer opnieuw een plekje geven. Maar de bloemen die je op draad hebt gezet niet. Dus het is wel echt belangrijk dat je die basis eerst goed hebt. En er zijn natuurlijk veel meer technieken, maar ik laat jullie zien zoals ik het fijn vind om te werken. En ik hoop dat ik jullie daar iets mee kan leren. Heel mooi. En zo werk ik hem verder uit tot ik tevreden ben en het helemaal mooi vind. Ik let goed op de kleurenverdeling op. En zoals je kan zien hebben we dan een heel mooi handgebonden watervalboeketje. Ik heb hier een olijfje die wel een beetje eigenwijs is. Maar die staat op draad, dus die kan ik straks even goed... Even kijken, hij komt al mooi tot zijn recht zo. En ja, zo kan je eigenlijk alles verder binden zoals je zelf wil. En zoals je kan zien, ik denk wel dat jullie nu snappen wat ik bedoel. Met het afwerken handgebonden. Je kan eventueel aan deze kant een beetje bijdoen. Zodat het mooi overloopt. Je geen gaten krijgt. Dan hebben we een prachtig watervalboeket. Jullie vroegen het veel aan of ik dat een keer aan jullie wou laten zien. En ik hoop dat jullie zo een mooi idee hebben gekregen van hoe je dat zou kunnen doen. Het is een moeilijke techniek. Arbeidsintensief techniek. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, maar wel heel erg mooi. Daarnaast kan je dit geen dagen van tevoren maken, omdat de bloemen natuurlijk niet op water staan die je op draad hebt gezet. Dus het kan echt pas op het laatste moment dat je dit kan maken, als je dat voor een bruidje wil maken. Ik heb nog een paar grasjes, vind ik vaak heel mooi in een bruidspakketje. Helemaal als het dan iets waait buiten en dat dan iets zo meeswiert. Ik denk dat heel zielig, wel kleine grasjes. Die stop ik er nog even bij tussen. Dan bind ik hem vaak eerst eventjes af met touw. Ik knip er even een klein stukje van af. Ik heb hier het ijzerdraad. Ik knip geen ijzerdraad met een snoeischaar. Maar ik kom verder. Dus ik vind het wel mooi als de steel iets langer is.
Kijk, en dan kunnen jullie zien hoe dan het boeketje mooi uitkomt. Dan doe ik er vaak even een touwtje mee. Pinpunt hoog. En dan kan je even ook bepalen of je er nog blad omheen wil doen. Als je het makkelijk vindt, kan je tijdelijk ook even een elastiekje gebruiken. Hè? Maar ik vind het handig om het gelijk even met een touwtje te doen. Dan ziet mijn binpunt er zo uit. Oh, dit is toch echt leuk. Ik wil gewoon weer trouwen. Ik vind de kleur ook leuk bij elkaar trouwens. Heel mooi. Kijk nou. Dat wil je gewoon. Goed, maar dat gaat niet om. Het gaat om de techniek. Je ziet hier het draadje van, of ja, het bindpunt van het ijzerdraad. Die zie je straks eigenlijk gewoon niet weer. Want die doe je een beetje in het midden, zodat de stelen eromheen vallen. En daarnaast door het groene van de kaoutchouc lijkt het net een gewone steel. Dan bind ik hem vaak even tot zover af met kaoutchouc en daaromheen het lint. Je kan er eventueel ook voor kiezen om hier nog wat blad tegenaan te doen. Bijvoorbeeld een galaxblad, zodat je de stelen niet ziet en je daar niet in kijkt. Ik heb nu even wat galaxblad gepakt. Die zou je eventueel zelfs ook weer op draad kunnen zetten. Mocht je dat willen, zodat je hem iets meer kan buigen. Maar jullie weten nu hoe dat moet. Dus dat kunnen jullie zelf. Kijk, dan is hij daar ook mooi afgewerkt. En dan doe je daar dus even de kaoutchouc omheen. Je kan, omdat je nu weer wat blad tegenaan hebt gelegd, ook eerst een touwtje doen. Maar voor mij lukt dit zo wel. Maar als je het makkelijker vindt, dan kan dat. Dan doe je dus even een deel, een klein deel kaoutchouc. En daar doen we straks het lint omheen. En de bloemen die je dus handgebonden hebt, die kan je op water zetten. Maar de bloemen die je dus niet handgebonden hebt, dus die je op draad hebt gezet, die hebben dus geen water. Tenzij je ze op watten zet, maar dan hebben ze ook geen onbeperkt water. Dus hou daar rekening mee. Mocht je nou echt eerder het bruidsboeketje willen of moeten maken, dan zou ik ervoor kiezen om de hangende gedeeltes met sterke bloemen te doen, zoals met distels, tiezen en dat soort dingen. Want die blijven wel goed ook zonder water. Die kunnen wel een tijdje zonder water. Natuurlijk niet onbeperkt, maar kijk. Ik heb de steel even recht afgeknipt. Lijkt gelijk weer mooi. En hieromheen doe je het lint. En dan heb je een heel mooi bruidsboeketje. Het lint doe je als volgt. Je wikkelt aan de bovenkant het begin doe je eronder en dan wikkel je er echt omheen. Dan knip je hem op lengte zoals je hem zelf graag zou willen. Zorg dat je de kaoutchouc er goed onder hebt zitten. Ik sla het eind altijd even terug. En dan zet ik het vast met een speldje. En dan zet ik ook nog even een speldje onder. En dan ziet dat er zo uit. En is netjes weggewerkt. Ja, en op deze manier maak ik dan een waterval bruidsboeketje. Maar je kan dus ook door deze techniek te gebruiken heel veel andere boeketjes maken. En heel veel soorten en kanten op. Oefen dat lekker, ga daar gewoon mee aan de slag. Want het is ook heel erg leuk om te ontdekken wat je er eigenlijk allemaal mee kan. Ja, en dit is toch echt geweldig. Hier wil ik wel weer trouwen in. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Of jij ook een watervalboeket mooi vindt. Veel werd het vroeger gemaakt. Dus misschien ben je zelf wel getrouwd met een watervalboeketje. Misschien vind je een biedermeierboeket wel mooi. Laat het hieronder weten. En wil je nou bepaalde benodigdheden gebruiken die ik in deze video heb gebruikt? Ik zal ze even op de website zetten. www.uonlinebloemist.nl. En dan kan je zelf oefenen. Je kan ook gewoon oefenen met allerlei materiaaltjes uit de natuur eventueel. Is ook heel erg leuk om vooral voor het oefenen natuurlijk. Zodat je die techniek goed onder de knie krijgt. Want het is echt wel een lastige techniek. Maar oefening baat kunst. Ik heb het ook geleerd op school. En in de loop van jaren al veel bruidsboeketjes gemaakt. Ik vind het echt geweldig. Super mooi. Qua kleuren zijn ze ook trouwens echt geweldig.
hou ik wel van. Goed, ik hoop dat jullie dit wel een leuke techniekles vonden. Het is volgens mij een lange les geworden, maar wel een hele leuke les. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ben benieuwd of jij hier ook mee aan de slag gaat en of ik jullie weer veel heb kunnen leren. Laat het hieronder weten. En wil ik jullie bedanken voor het kijken en zien we de volgende keer weer. Doei!